Een hete, maar onvergetelijke dag vandaag voor de kinderen van de Van Lieflandschool. Studentenvoetbalvereniging Forward, studentendesk van het Rode Kruis en Promotex organiseerden een voetbalkliniek voor deze kinderen van het speciaal onderwijs. En deze dag kan nu al niet meer stuk. Heel leuk, het is hier super gezellig, beter dan de lessen op school. En ja, ook de sfeer en dat die kinderen zo goed meedoen. Ook gewoon omdat ze, ja, dat ze dit voor ons gewoon organiseren. Echt superleuk, echt geweldig. De organisatie vindt het belangrijk dat ook deze doelgroep wat extra aandacht verdient en de mogelijkheid krijgt om te kunnen voetballen. En waarom is dit georganiseerd? Om de kinderen van de Van Lieflandschool een leuke dag te bezorgen. En omdat het natuurlijk voor kinderen met een beperking niet altijd mogelijk is met de voetbaltoernooien, hebben wij expres een voetbaltoernooi voor hun georganiseerd. De kinderen werden eerst in een snel tempo opgeleid tot de nieuwe Messi's in het veld. Maar sommige voetballers hebben geen training meer nodig. Ja, deze heb ik geschoten. Ik heb een 100 punten. Had jij 100 punten? Ja. Toch is het al vroeg zweten in de brandende zon. Het gaat nog goed. Het is een beetje warm. Dus na 3 keer schieten dan zijn ze er wel weer een beetje klaar mee. Maar verder is het heel gezellig. Gelukkig geven deze ervaren voetballers advies. Heel veel drinken. Heel veel water drinken of raya. Als je maar wat binnenkrijgt. Drinken is het belangrijkste met dit weer. Is goed voor je. En die insmeren met zonnecrème. Nou, meer water drinken. Sowieso. En heel goed insmeren. Ja, heel vaak water drinken. Zaken doen. Aan het einde van de ochtend worden de teams gemaakt zodat de klassen tegen elkaar gaan strijden. De allergrootste talenten van de dag namen het uiteindelijk op tegen het eerste team van Forward. En de uitslag? Daar had je bij moeten zijn.